Beste Vuelta-liefhebbers, hier is de sportverteller weer met een korte nabeschouwing van de 8e etappe van de Vuelta. Dit was toch weer een zeer aantrekkelijke etappe, waarbij er zeer veel aanvallen waren vanuit het peloton. Er waren zeer veel vluchters voorop en die probeerden het uit te maken voor de ritzegen. Maar helaas waren de klassementsrenners toch zo hard op de laatste beklimming aan het fietsen, vooral Evenepoel en Jumbo-Visma, dat ze allemaal werden bijgehaald. En aan het slot van de beklimming was het toch een belangrijke en een leuke sprint tussen Roglic en Evenepoel. Maar Roglic trok het langste eind voor Evenepoel en derde was Ayuso. In het klassement zelf blijft Koes de leider van de rode trui. Volg mij hier voor meer Vuelta-nieuws.